Dion Stacks en Steven Johnson verwachten hun eerste kind. Verslag van de zwangerschap van Dion Stacks en Steven Johnson. Vrolijk nieuws uit de wereld van beroemdheden: Dion Stacks en Steven Johnson verwachten hun eerste kind. De Nederlandse presentatrice Dion Stacks en haar partner Steven Johnson hebben opwindend nieuws bekendgemaakt. Ze verwachten voor het eerst een kind. Dit werd onlangs aangekondigd door de 38-jarige Stacks via haar social media-kanalen. De aankondiging zorgde niet alleen voor enthousiasme bij hun fans, maar ook in de hele mediawereld. Diane Stacks, bekend van haar werk als nieuwslezeres en presentatrice op televisie, heeft naam gemaakt in de Nederlandse mediawereld. Diane Stacks, geboren in Eindhoven en afgestudeerd in journalistiek aan de Fontys Hogescholen, maakte haar debuut in 2007 bij de Nederlandse omroep NOS. Sindsdien heeft ze tal van belangrijke programma's gepresenteerd en een vaste plek in het hart van het publiek veroverd. Stephen Johnson, haar levenspartner, werkt als succesvolle ondernemer en geniet evenveel erkenning en waardering in het openbaar. Het paar dat al meerdere jaren samen is, heeft hun relatie grotendeels uit de schijnwerpers gehouden. Toch werd hun verbinding altijd bevestigd door af en toe publieke optredens en gedeelde foto's op sociale media. Het nieuws van de zwangerschap markeert nu een nieuw, opwindend hoofdstuk in hun leven. In een emotionele post op Instagram deelde Dion Stacks het blije nieuws met haar volgers. Steve en ik zijn dolgelukkig om jullie mee te delen dat we ons eerste kind verwachten, schreef ze. We kijken erg uit naar dit nieuwe avontuur en zijn benieuwd naar de reis die voor ons ligt. De foto die ze plaatste toont het stralende paar met een ego van de baby in hun handen. De reacties op dit nieuws lieten niet lang op zich wachten. Onder de eerste felicitanten waren tal van prominente en collega's uit de mediabranche. Bekende persoonlijkheden zoals Jan De Hoop en Eva Jinek lieten hartjes, emojis en felicitaties achter onder de post. Ook de fans toonden hun steun en vreugde met talrijke reacties en likes. De zwangerschap van Dionne Stacks markeert een andere belangrijke mijlpaal in haar leven en carrière. Na successful jaren te hebben gehad in verschillende rollen bij de NOS en andere zenders, zal ze nu een nieuwe rol op zich nemen, die van Moeder. Veel van haar fans en collega's zijn benieuwd hoe ze deze nieuwe uitdaging zal aanpakken. Steven Jansen was even more excited about the upcoming fatherhood. In an interview with the Dutch magazine Linda, he said, Dion and I are over the moon and can hardly wait for the arrival of our little miracle. It will be a completely new experience that we will go through together. Jansen benadrukte ook dat het paar de komende maanden hun familie privacy wil behouden om zich voor te bereiden op de aanstaande geboorte. Terwijl veel bekende stellen vaak proberen om het geslacht van hun ongeboren kind geheim te houden, heeft dit duo ervoor gekozen om deze traditie te doorbreken en hun fans erbij te betrekken. Het wordt een meisje, onthulde Dian bij een andere gelegenheid. We zijn dolblij met dit nieuws en kunnen niet wachten om onze dochter binnenkort in onze armen te houden. Het zwangerschapsnieuws heeft niet alleen de aandacht getrokken van de Nederlandse media, maar heeft ook internationaal voor krantenkoppen gezorgd. Wie zich de afgelopen jaren ook maar enigszins met Nederlandse televisie heeft bezig gehouden, kon niet om Dion Stacks heen. Haar professionele aanpak en betrokkenheid maakte haar al snel tot een van de populairste tv-persoonlijkheden in het land. Haar aanstaande moederschap zal naar verwachting haar bekendheid alleen maar vergroten. Voor haar carrière zou de nieuwe rol als moeder extra dimensies kunnen toevoegen. Terwijl Nederlandse media speculeren over hoe en wanneer Dion na de bevalling weer aan het werk zal gaan. Doen fans hun best om steun en respect te tonen voor de persoonlijke keuzes van de presentatrice. Sommige experts denken dat ze mogelijk tijdens haar ouderschapsverlof nieuwe projecten zou kunnen starten die een flexibeler werktijd mogelijk maken. De zwangerschap van Diane Stacks is zonder twijfel een van het vreugdevolle nieuws van het jaar. Met haar smetteloze reputatie en de steun van haar fans heeft het paar een stralende toekomst voor zich. Het is afwachten hoe ze deze nieuwe levensfase zullen doorstaan. Maar één ding is zeker: de beste wensen en de steun van het publiek zijn hen verzekerd. Auteur Anita Vaken, dinsdag 11 juni 24.